Nou, we kijken. Even heerlijk aan. Zo, het ziet er mooi uit. Très bien, hè? Ja. Jaap, je hebt een boek geschreven. Trends en Cycli. Jaap van Duin. Ja. Wanneer, staat heb, er echt, wanneer ja. heb je dat geschreven? Nou, het afgelopen voorjaar, in een 6 maanden tijd. En ja, niet wetend dat nu die crisis zou uitbreken. Want dit gaat voornamelijk over de lange termijn. Over moest je wat verbeteren? Er is 1 tabel die moet inmiddels aangepast worden, want de koersen staan wat lager dan, dan toen. Ja. Wat ik een prachtig verhaal voor was van Charles Nenner. Ik heb een klein stukje over Charles Nenner gelezen. Een Joodse man uit Amerika vandaan. En ja, daar heb je wat mee, hè? Vertel eens. Hij komt uit Amsterdam. Ja? En ik noem hem altijd mijn mannetje. Mijn mannetje. Spreekt hij Hollands? Jazeker. Okay. Ja, hij spreekt Engels, Hebreeuws, Nederlands. Maar hij komt gewoon uit Amsterdam. Hij woont nu in Florida. En hij heeft eigenlijk door de jaren heen, ja, moet je altijd op hem letten. Ja. Want hij weet altijd goed wanneer ongeveer de bodems komen. En maar dat meen je serieus, hè? Ja, zeker, ja. Dus zijn laatste datum is nu, hij zegt nou, 23 oktober moet je opletten, dat is waarschijnlijk de bodem. Dat is de bodem. Dan krijgen we een herstel, zegt hij. Dan gaan we dus weer een keer terug. Maar volgens hem komt de echte grote daling pas over een jaar of 3, 4, 5. Maar er komt nog een keer een... Ja. Dus we gaan nu... In een soort zijwaarts patroon gaan we op en neer. Maar voor nu zou de bodem dus in deze maand moeten gaan vallen. Oké, nou Charles Nenner, we hebben net afgesproken, je laat hem invliegen hier naartoe. Ik ga hem bellen en dan zal ik je moet bij Harry komen. Ja, dat vind ik heel leuk. Ja.